Dus daar kun je niet zo heel erg veel in fout gaan. En dat gebeurde dan ook gelukkig niet. Maar je maakte wel een hele andere fout. En dat kwam gelukkig nog op zijn pootjes terecht. Maar je was echt even de weg kwijt, hè? Met al je toeren die je voor het publiek daar maakte. Maar wij weten waar we het over hebben waarschijnlijk. Je deed een inhaalslag en gelukkig kon je de bus nog net op tijd inspringen. Waardoor je weer heel goed eindigde. Ik vond heel leuk je teksten tussendoor en de zaal die je mee liet zingen. Dat was natuurlijk ook leuk. Je hebt er weer een hele plezierige performance van gemaakt, moet ik zeggen. JK. Welkom terug bij Idols Backstage. We zitten in de Blue Room. Het was wederom een enerverende avond. Voor sommigen van ons bijzonder plezierig en voor sommigen iets minder. Irma. Jij moet er blij bij zitten. Yeah. Met je mond vol. Boris! Hier, maar kan je het even lekker doorzoen? Vond je het heel eng? Ja. Ja, maar de repetities vond ik het iets enger. Want ja, dit is toch de eerste keer dat het nummer weer doet en zo. En dan vanavond moet je er weer. Maar zoals ik eerder al zei, vanavond leef je gewoon een beetje in een roes, zeg maar. Dus heb je niet helemaal door, je doet gewoon je ding. En gelukkig ging die helemaal toppie. En de jury vond het ook. Dus, maar hoe moeilijk is het om niet al te veel aan jezelf te gaan twijfelen? Als je ja, twee moeilijk. Weken... Ja. Zoals ik al zei, ik heb de moed echt weer opnieuw moeten verzamelen na twee keer op de kruk zitten. Maar het is genoeg verzameld. Ja, dus godzijdank. Ja, godzijdank. Boris, dit was voor jou de eerste keer dat het... Iets minder, ja. Wat vond je ervan? Ja, ik denk dat het misschien aan de ene kant wel correct is natuurlijk wat ze zeggen. Dat het, ik bedoel, ik kan zelf ook gewoon eerlijk toegeven dat dit niet mijn ding is. Maar ik had die keuze nou eenmaal gemaakt, omdat er niet zo'n grote keuze was. En ja, ik wist van tevoren al van het gaat zwaar worden. Dat had ik ook de hele tijd ook hardop geroepen. Ja. Niet dat dat zoveel uitmaakt, maar... Dus ja, en het blijkt ook wel. Dus, en als, vooralsnog heb ik het gevoel dat ik het even goed ervan af heb gebracht. Oké dan. Ik bedoel, het ging verder prima. Alleen ja, het is niet echt mijn ding, nee, absoluut. Maar Lies, jij nog even snel? Want dit was ook voor jou eigenlijk de eerste keer dat je commentaar... Ja. Eens moet de eerste keer zijn. Ja, maar hoe is dat dan? De eerste keer dat het niet is wat je graag wil horen? Ja, toch wel even slikken. Ja. Ben je het mee eens? Nou ja, dat weet ik dus niet. Ik hoor het thuis wel. En
ja, ik heb mijn best gedaan. Ik weet niet of er verschil was met vanmiddag. Nee. En ik heb echt zo erg last van die airco. En als je dan als laatste moet, is dat... Ja. Piep. Nou, we gaan kijken of we daar misschien voor volgende week iets aan kunnen doen. Onze camera's registreren hier 's avonds natuurlijk alles wat er gebeurt. Maar overdag zijn ze er ook bij. Dit programma heet niet voor niks Idols Backstage. En dus waren wij afgelopen zaterdag met onze camera's de hele dag aanwezig. Kijk mee. Het gaat goed, we zijn aan het repeteren. En ik moet nog een beetje warm zingen. Humphrey is onze zangcoach. En die helpt ons met het nummer punten waar je moeite mee hebt. Of die geeft je oefeningetjes voor om je stem weer lekker los te krijgen. En begeleid je eigenlijk bij het stuk. In het algemeen probeer ik een dag van tevoren belangrijke wijzigingen, melodische foutjes, uitspraak en dat soort dingen gewoon even goed bij te brengen. En if I thought our love was ending, that's why I'll always stay around. Let even op de pitching. Ja. Of ik ze beter kan laten zingen. Ja, dat kan ik wel. Waar de zenuwen zijn, even goed wel aanwezig. Er zijn zoveel oorzaken om onder spanning te staan of om aan... aan plankenkoorts te komen. De beste manier om ervan af te komen is ervoor zorgen om te proberen hetgeen jou in de weg zit, waar je twijfels over hebt, zo min mogelijk te elimineren. Door van dansen kan ik bij Jared terecht. Lekker dansen, lekker swingen. Ze bereiden eigen performance voor, dus zij zijn mijn uitgangspunt. Dat kan ik bijsturen, ik geef tips. Qua beweging goed. Dit is mijn fit. Ja. En iedere week leer ik ze iets bij. 4-5 passen. De drie belangrijkste dingen zijn denk ik overtuiging. Dus geloven in hetgeen je doet. Dat is die camera bewerken. Het derde dat heel erg belangrijk is je houding. Maak het totaalplaatje af, vinden ze heel belangrijk. Ik moet even zorgen dat ik focus blijf en lekker een feestje ga bouwen. Gerald een beetje geoefend en dat voelt wel wat beter dan straks. Ik ga er eigenlijk heel positief tegenaan. Backstage, of eigenlijk de gang. Daar zijn alle kleedkamers en daar zijn ook de stylisten en daar zijn ook Humphrey en daar zijn ook Gerald. Maar hier is Journey en volgens mij heeft ze al haar vriendjes meegenomen. Hallo daar. Oh, jullie hebben hapjes. Zeg dat dan meteen. Oh, nee, ik wil zo meteen graag een garnaal, maar ik kom eerst even zitten bij jullie. Dus dit doen jullie in dat uur dat wij allemaal nog aan het napraten zijn. Ja, hapjes eten. En het is nog niet helemaal tijd voor Sinterklaas. Dat is Reinoud. Je mag er zo bij komen. Henk-Jan,
Jullie hebben... We komen zo! Kan ik gewoon opnemen? Jullie hebben niet de makkelijkste baan. Nou, wel de leukste. Ja, je vindt het nog steeds wel de leukste. Je hebt de afgelopen week een hoop kritieken gehad. Maar je zit er om je werk te doen. Zo handig als licht aanblijven. IJzervermoeder bij de tv dat het licht aanblijft. Ja. Maar nee, mijn baan is gewoon talent scout. En dat is onwijs leuk om te doen. Om van niks iets te maken met de hulp van... Hou eens op! Heeft die jongen aandacht tekort? Haal hem anders even hier naartoe. Terwijl ik gewoon een bloedserieuze vraag stel aan Erik. Wat vond jij ervan vanavond? Wat vond ik ervan vanavond? Nou, ik vond... Edwin is, sorry. Nee, Erik. Nee, nu jij, want ik moet door zo. Ah, dat vind ik lullig. Nee, dat vind ik lullig. Ik zag net een vinger 1 minuut, dus we hebben nog 1 minuut. Jij eerst, wat vond je ervan? 1 minuut voor live. Nee, ik vond het een aparte avond, omdat niet iedereen even goed was, zeg maar. En ik denk dat iedereen dat ook wel heeft kunnen zien en horen. Dus ik vrees dat het een beetje tegenviel. Ik ben. Jij? Ja, er zijn mensen die goed waren, die waren nu ineens de weg kwijt, leek het wel. En weet je wat moeilijk is? Ze zijn wel allemaal leuk gestyled en ze zien allemaal leuk uit. Maar het gaat toch gewoon echt om het zingen. Nou, we wachten. Oh ja, volgens mij hebben jullie het gezellig genoeg zonder mij. In dit leuke... Ik kom nog wel een keertje terug. Ik ga even kijken bij die... Ja, die... Ik ga even mee. Kom even met mij mee. Nou, zeg het dan maar, jongeman. Wat heb je op je hart? Wil je ook even meedoen? Kom maar. Maak even ruimte. Reinoud heeft iets op zijn hart. Je staat er vol, hoor. Ik zag jullie net daar op de televisie, dus ik dacht... Hey, wat leuk. Even weten... Ja. Hoe is het met je gehaktballetje, zag ik opeens. Ja. Normaal heb je... Jij zit verkeerd. Jij moet hiernaast zitten, hoor. Garnaaltjes en van alles. Ja, maar dat is voor het eerst omdat de camera's bij zijn, volgens mij. Nou, jongens, als je mij uitnodigt, regel ik dat we elke week even langskomen. Kijk, hebben jullie elke week dingen. Gaan jullie lekker hiernaast? Wij gaan door naar de rest van de gang. Als die... Goed, heel gezellig wat die mensen allemaal doen. Je zou bijna vergeten dat er beneden gewoon 8 mensen zitten te zweten. Maar die hebben bijvoorbeeld weer iets aan Sarina. Hallo, mag ik even spieken bij jou? Ik ben een rondje aan het maken langs de verschillende kamers in deze gang. En jij bent de mental coach van onze kandidaten. Wat houdt dat in? Dat houdt in dat ik ze begeleid, dat ze lichamelijk goed zitten en dat ze ook geestelijk alles kwijt kunnen en goed kunnen leren reageren op alles. Nou, het is hier al helemaal rustgevend, dat helpt al, maar wat doe je verder nog specifiek om ze daarbij te helpen? Elk probleem, elke angst die ze hebben, kan je bespreekbaar maken en dan kan je er ook op een andere manier tegenaan kijken. En we masseren natuurlijk een heleboel van de stress weg en dat is natuurlijk heerlijk voor ze. Ah, daar heb ik nou helaas geen tijd voor, maar ik wil heel graag een keertje bij jou. Volgende week. Dankjewel. Hey, en bedankt, want ik geloof echt dat ze heel blij met je zijn. Tja. Oh, dat is wel een fijn kamertje. Hier zit Humphrey, de zangcoach. En het gaat hier nog even lekker door. Kijk, nu komen we bij de Boris, Jacqué, Ron, Erik. Ze zitten natuurlijk beneden. Nou, dat ziet er redelijk netjes uit. Dit is wel het moment om even te... Kom, we gaan hier ook nog even kijken. Ik had het schelen. Eentje nog. Dit zijn Boris en JK. Een beetje kaal nog. Hè? Er moet nog wel iets aan gebeuren. Oké, lopen we nog heel even door. Oh, mijn favoriete plekje op deze gang zit namelijk hier. Dit is namelijk een soort van winkeltje. Hallo. Dit is het stylinghok. Ja, ik noem het maar even hok, dames. Dit zijn onze stylistes. Hallo. Is dit het rek voor volgende week? Ja. Hilarisch. Ik zei het al, volgende week is het thema disco. Dus haal alles wat je hebt wat maar op disco lijkt uit de kast. Sloof je uit, want dat gaan wij ook doen. Hoeveel outfits gemiddeld heb je nou hangen per kandidaat? Nou, ik denk een stuk of 3-4 eigenlijk wel. Per uitzending? Ja. Waar we uit gaan kiezen, voordat we gaan doorpakken. Ja, ik vind dit wel leuk om... Ik hou deze in optie voor volgende week, als het mag. Of had je iets anders voor mij? Dat is toch leuk? Oké. Volgens mij moeten we alweer door.
Maar toch fijn dat we even een kijkje mochten nemen bij jullie succes vanavond. Dankjewel. Want je zou denken dat ze nu klaar zijn, maar nee, want ze moet nu dan weer gaan voorbereiden voor wat er volgende week allemaal gaat gebeuren. Ik ga ook onder dat kabeltje door. En hier zit alle pers meedogenloos keihard gaan de bittere waarheid schrijven over wat er vanavond allemaal is gebeurd tijdens deze uitzending. En nu is het een beetje link, want ik ga gewoon recht vooruit het trapje af. Maar mijn zeer gewaardeerde cameraman gaat gewoon achteruit. Dat is goed gegaan. Oké, trapje af, komen we weer terug in de studio. En dan aan de zijkant van het podium. En dit is waar de techniek zit. En dit is leuk voor mensen die discjockey willen worden of iets met techniek en knoppen en weet ik veel wat. Want ik ben nu nog te horen, maar als deze jongeman een hekel aan me zou krijgen en zou denken, weet je wat, Toos, hou jij je mond maar, dan gebeurt er dus dit. En dan heb ik... Dank je. Gaat het goed vanavond? Nou, volgens mij gaat het heel goed. En dat is alles wat je erover wil zeggen? Ja. We laten je met rust. Concentreer je op je knoppen. Erik, Irma, Ron, Alice, Boris. Nou ja, alles heeft het gedaan. Hartstikke fijn. Hoop dat je blij bent geweest met een soort van kijkje achter hoe het bijl in elkaar zit. En daar zit het publiek. Hallo! Iedereen vindt weer langzaam zijn plekje. Oké, dat was onze studio. Maar het gaat natuurlijk uiteindelijk om onze kandidaten. En of je het nou helemaal geweldig vond of niet, ze hebben alle acht vreselijk hun best gedaan. Dus laten we nog even kijken naar hun fantastische pogingen van vanavond. Hier zijn ze nog een keer. Break it down, come on. Don't say that you love me. It's too soon to know for sure. And I hope and pray I will find a way. God is a DJ, life is a dance floor. Love is a rhythm, you are the music. He is telling me to hold on. Don't let nobody hold. Door de studio zijn we weer terug in de Blue Room en hier zitten onze kandidaten. Ik ben net even boven geweest, bij Sarina geweest, bij onze juryleden geweest. Reinoud heeft zich nog even tegenaan bemoeid. Ik heb de stylistes gezien. Ron, hoe vind jij het, want het is misschien best even wennen, dat er de hele dag allemaal mensen om je heen lopen. De een bemoeit zich met dit en de ander heeft tips en opmerkingen daarvoor. En... Ja, ze leren je wel wat uiteindelijk. Dus ik ben wel heel blij dat ze om ons heen zijn in ieder geval. Want ze steunen je overal bij en het is niet niks. Dus ik ben wel blij dat ze er zijn. Kan je iets noemen waarvan je zegt, nou, ik ben zo blij dat ik die tip heb gehad. Of dat hij of zij er op dat moment was waardoor ik beter uit mijn vel kwam. Ja, want Humphrey wel duidelijk blijft... Humphrey is de vocal coach. Ja. Dat hij zegt, ja, blijf wel gewoon jezelf in alles wat je doet. Weet je wel? Dat vind ik ook wel heel belangrijk gewoon. Dus. Heb je dat extra nodig, Alice? Op dit soort dagen ga je twijfelen aan... Nee, je gaat niet twijfelen aan jezelf. Maar je wil gewoon het allerbeste geven wat je kan geven. En die mensen kunnen je daar alleen maar bij helpen. En hun, ja, als zij zeggen van, nou, ik zou dat anders doen... dan kan je het maar beter gewoon, ja, aannemen. Want daar zijn ze voor. En het wordt er ook echt alleen maar beter door. Ja. Nog beter. Ja. Je haalt er nog meer uit door hun. Maud, heb jij... dit zijn echt wel stressvolle uren en stressvolle dagen. Ja. Heb jij nog speciale... dingetjes die je doet om die zenuwen een beetje onder controle te houden? Of heeft Sarina je misschien iets geleerd waar je denkt, nou, dat was hem? Ik ga altijd in bad. De avond van tevoren. Dat is zo relaxed. En dan ben ik helemaal ontspannen. Vandaag dus. En Sarina, dat is heel fijn als je repetitietijd hebt gehad of hebt moeten oefenen en de hele tijd aan het zingen bent, om bij haar gewoon even helemaal tot rust te komen. Zij heeft van die cd'tjes met van die kabbelende beekjes op de achtergrond en aromakaarsjes, dus dat is heel fijn. Ja. Marlies, hoe was het met jou? Want bij jou zat het vandaag... Men vroeg steeds, waren het de zenuwen, maar eigenlijk moest je gewoon naar de wc, toch? Ja, heel erg. Vlak voordat ik moest.
moest. Ik zat echt, ja, maar ik moet. Nee, je mag niet. Ja, maar ik moet. Nee, je mag niet. En, Life, baby. Ja, daar kan geen coach iets aan doen, inderdaad. Nee, dat is gewoon hoe het leven in elkaar zit. Ja, en ik hoorde inderdaad van mijn collega's hier dat... ik had vooral de tip gegeven om heel erg mijn boosheid te laten zien. Dus heel erg... En dat het nu achteraf dus leek alsof ik het er heel moeilijk mee had. Nee hoor, ja, het zag er prachtig uit, man. Ja, nee. Ja, mijn mening. Ja. Ik ben heel benieuwd thuis en ja. Nou, we wachten nog heel even en om het wachten ook voor jullie misschien wat aangenamer te maken, gaan we even kijken naar al die mensen die het niet hebben gered. Die niet wisten hoe ze moesten zingen, die niet wisten hoe ze moesten dansen. Of die gewoon niet zo goed wisten hoe ze juist op dat ene moment, als het erop aankomt, hun zenuwen in bedwang moesten houden. Dit zijn audities van kandidaten die het net niet gehaald hebben. Ooh, if I could melt your heart, I'm loving angels instead. And through it all, be understanding and believe in life. New York, just knew now how I've got so much as I wanna do. Nothing's fine, I'm torn, and I can't let go. If you change your mind, school, Merck and the sea. En Rolly ook. Fantastische uitstraling, maar ja, je bent eigenlijk niet de beste zanger. Want je staat toch elke week te proberen zo goed mogelijk te zingen. Ja. Aan de ene kant is dat best wel zwaar om te horen. Want ik bedoel, je doet toch je best om zo goed mogelijk te zingen. Maar ik kom aan de andere kant kom ik ook net kijken. Ik bedoel, ik heb vroeger nooit iets met zang gedaan. En ik had iets idols. Ik probeer het gewoon, ik doe het gewoon en ik kijk wat het gaat worden. En ik zit hier nu en er is gewoon nog heel veel te leren. En ik merk gewoon dat ik heel erg groei. En dat, ja, dat gaat wat minder snel dan dat Idols duurt. Maar ik kan niet alles hebben, hè. Ik wil er niet een jaar-editie van maken of zo. Dus, maar denk je dan misschien dat je met die... Als jij die X-factor hebt, ja, whatever that may be... Ja. Dat je daar dan misschien nog iets anders mee zou kunnen doen? Of is dit echt wat je wil? Wil je per se zingen? Dit is wel wat ik wil. Zoals ik al zei, ik bedoel, ik ga ervoor, ik vecht ervoor en ik groei en ik kan het ook echt wel. En ja, soms komt het er misschien wat minder uit, maar nee, ik blijf doorgaan. Oké, okay. Ja. Duidelijk taal, duidelijk taal. Ja, baby. JK, hoe is het met jou in het verloop van deze avond? Ja, gaat lekker. Ja, gaat lekker, ja. Lekker. Rustig, chill. Relax. Aan welke coach, begeleider, de hulpverlener binnen Idols heb jij tot nu toe het meeste gehad? Je styling doe je voor het grootste deel zelf? Ja,
klopt. Ik heb meer een Sarine gehad, want die massages zijn echt heerlijk. Ja, dat geloof ik ook. Ik wil daar ook stiekem wel. Ja, zeker. Kan wel wat voor je rekenen. Nee, maar... Kan jij wat voor me doen? Tuurlijk. Dankjewel. Irma, jij, wat... Ja, ik zei het net al, weet je, is het lastig om jezelf te blijven en niet al te veel te gaan twijfelen? Heb jij het commentaar van de zangcoach, de mental coach, de stylistes meer aangetrokken de afgelopen week? Omdat je dacht, ja, misschien moet ik iets aan mezelf veranderen. Ja, die timing heb ik wel extra geoefend nu. Ja, en de dans, inderdaad. Ja, eigenlijk allebei wel. Humphrey en Gerald heb ik heel veel aan gehad. Ja, top dat je dan zo'n commentaar krijgt dat je denkt, ik heb het niet voor niks gedaan. Ja. Ja. Okay, dus nou, dankjewel, Gerald. Dankjewel, Gerald. Wij moeten er heel even uit. Het spijt mij ook, maar ja, zo zit het programma nou eenmaal in elkaar. Maar dat geeft me wel gelijk de gelegenheid om tijdens de commercial break even te kijken wat voor berichtjes er en vragen er allemaal voor jullie zijn binnengekomen. En die gaan we dan zo met je doornemen. Dus blijf bij ons. Tot zo.